Ja, Tony, als je mij laat presenteren, dan zal je het weten ook. Goed, ik ben alweer de volgorde kwijt. Oh, waar was ik gebleven? De man die heeft gezorgd dat we hier allemaal staan. Een flamboyante verschijning en een stem die daar helemaal bij past. Hij gaat u uitleggen wat voor stem hij eigenlijk heeft. Dames en heren, Mario de Kort. Ja, je sterker dan ik gehoord, zeg. Ongelooflijk zeg. En vooral eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk een klassieke zanger, dat weten jullie misschien wel. Ja, ik mocht meedoen, ik vond het een reuze eer. Ik zong een opera-aria, de La Calunia. En het is een spectaculaire bas-aria. En ik werd onmiddellijk aangenomen, zei, ja, je mag meedoen. Oh, ongelooflijk. Toen kwam het terecht in deze variëteit van mensen. Ja, en ik denk, god, ik ga geen La Calunia zingen, de grote vette aria. Ik ga een leuk nummer zingen. Ik ga eens uitleggen, ik ben een bas, hè. Een bas is een heel apart soort stem. De grappen van bassen, iedereen denkt, oh, 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 dat is het niet alleen. Je moet ook hoog kunnen. En dan is er nog iets aan de hand met bassen. Veel mensen zijn eigenlijk jaloers op een bas. En er zijn specifiek de tenoren. Die zijn eigenlijk, ik ken ze wel, met dat hoge piepgeluid. Nou, die zijn altijd de beste. Enfin, daar gaat het niet in over. Ik zal mijn uiterste best doen om dat goed naar voren te brengen. Sheeps.